Dus ik ben maar thuis gebleven. Zoals ik ook woensdag ben thuis gebleven bij de verkiezingen. Nee, ik wist niet wat ik moest stemmen. Partij van de Arbeid was uitgesloten wegens hun pro-oorlogsstandpunt. Dat kon echt niet. Godsamme, wat hebben ze op hun lazer gekregen, de partij. Toch voelde ik geen leed van maken of zo. Daarvoor ben ik te veel een oud partijman, dus... Ik heb niet in mijn vuistje gelachen, waar eens de rode roos in stak. Nee. Nee, het is allemaal fout gegaan volgens mij bij de Accept Giro-kaart. Kijk, zit zo. Ik kom uit een rood nest, dus ik was al heel jong betrokken bij het partijwerk. Dus dan ging hij als broekie van een jaar of 18, ging hij de contributie ophalen bij de leden. Dus dan belde hij ergens aan. En dan riep hij in het trapgat, goedenavond, hier is de Partij van de Arbeid. En dan werd je ontvangen door een oude arbeider. En dan sprak je even over de politiek, met het vrije volk op tafel. En in de boekenkast de omnibussen van de arbeiderspers. Zo'n eigen cultuur, zo'n eigen achtergrond, zo'n eigen betrokkenheid. Maar ja, toen kwam daar Accept Giro-kaart. Er was het afgelopen, kwam er nooit meer iemand weg betrokkenheid. Het socialisme komt, de wolken jubelen het. En de luchten die 's ochtends door de straten gaan, zeggen het de mensen. En de jongens kijken op en kronen met hun blik de tijding. Herman Gorter, het socialisme komt, ze weten niet eens meer hoe ze het moeten schrijven. Moet je maar kijken van de week in de krant, kolialistisch bolwerk in grafstemming. Ja, nou ja, hoe het verder moet, ik weet het niet. Weer ombellen bij de mensen, 's avonds na het eten. Ja, dan kijken ze naar het Rad van Fortuin, dan willen ze niet gestoord. Omnibussen uitgeven, de nieuwe Ludlum zal je bedoelen. En de arbeidersopstand is een musical in Carré geworden, duur avondje uit. Nee, kijk, idealen ontstaan waar de mensen het slecht hebben. En er zijn geen idealen meer, dus hebben de mensen het goed. En laten we zomaar eens positief eindigen.